Come on, come on. Kom op, klaver, één klaveren. Kom op. Hallo kijkers van Play Gentlemen's. Vandaag doe ik een gameplay over Poker Night 2. Een heel leuk spel, gewoon poker eigenlijk, maar dan met grappige gezichten en shit. Dit is het main menu, dat boeit even niet. Dus we gaan gewoon spelen. Ik hoop dat jullie poker snappen. Als jullie het niet snappen, probeer ik het uit te leggen. We doen hold'em, je kan ook een andere versie doen, maar dat is met 4 kaarten in de hand en nu hebben we 2. Je krijgt... If you all be so kind as to ante up. Ik krijg als je wint of... Are you ready to lose? You should be. Gewoon wint of in de buurt bent, dan krijg je tokens. En als je die tokens weer uitgeeft, kan je achtergronden kopen van die spellen die zij spelen. I'm in. Cool. Als je allemaal van deze dingen... compleet. Oh, sorry. Van deze dingen, alle drie. Dan... krijgen ze een bounty item. En dat bounty item, dat is een ding van hun. En als je dat wint, dus als je het potje wint, krijg je dat item. En dan krijg je een item in TF2 en in Borderlands. Dus dat is wel cool. Maar nu zijn we al begonnen. Dus even kijken hoor. Ik kan ook even uitleggen hoe het is met de kaarten. Dit is eigenlijk gewoon echt geen ene bullshit. Checko. Dit is echt crap, jongen. Ik check wel. Check altijd checken. Kijk, als er iemand race, dan ja, dan moet je folden. Nou, hoeft niet. Als je weet dat iemand bluft, dat is dat hij gewoon eigenlijk niks heeft, net zoals jij. I'll raise that. Ik schrijf de grippen, zegt de klootzak. That's a lot of money. Nah. Oké, hij gaat niet mee. Nou. Let's say. That's a pretty healthy pile. Just remember, it's only a game. Nope. Ik voel deze ook. Je hebt eerst... Hou je kop eens dicht. Je hebt eerst de high cards. Dat is gewoon... Oké, hopelijk gaat de klepgat mee. Who the what now? I'm calling and I don't know why. Oh, nice. Je hebt eerst gewoon niks. Dat is high cards. Dat is gewoon dat je hoge kaart hebt. Dat is de enige. En dat je gewoon verder niks hebt. Dan heb je one pair, dat is één keer van dezelfde kaarten. Dus ik heb hier een 8 staan en hier ligt ook een 8. Dan heb ik een one pair. Hij heeft 2 negen, dus heeft hij al one pair. Je kan ook 2 pairs hebben. 2 acht en 2 negen heb je dan, of zoiets. Daarna heb je three of a kind, dat is 3 van dezelfde kaarten. Straight is 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6. Op een rij. There is no robot god! The little robot has. Dan heb je flush. Dat is gewoon random 5 kaarten. I'll just take those. Random 5 kaarten van dezelfde soort. Dus van allemaal van schoppen. Full house is... laat zeggen 3 zevens en 2 achten. Heb je full house. Four of a kind. Dat is 4, dezelfde kaarten. Dan heb je straight flush. Dat is een straight. Dus van 2, 3, 4, 5, 6. En dan ook nog wel allemaal van dezelfde. Dus allemaal van schoppen. Dan heb je het hoogste is Royal Straight Flush. Dat is... Say Sam, is that 10 boer, koningin, koning, aas. En van dezelfde soort. Dat is het hoogste wat je kan hebben. Maar dat is bijna onmogelijk. Why do you ask? I think it growled at me. Yeah, it's done that ever since that adventure we had in HE Double Hockey Sticks. Brock steals the blinds. Kijk, het fijnste om kaarten te krijgen, dat is gewoon, ja, handig. Je, hoge kaarten, dus een koning en een aas, of een koningin en een koning, dicht bij elkaar. Kijk, het is random. En daar hangt Claptrap en die valt naar beneden. Oké, nou ja, dicht bij elkaar, van dezelfde soort en heel hoog, dat is het fijnst. Maar ik voel deze ook, want het is wel dicht bij mijn kamer. Het is niet van dezelfde soort en het is super laag. Ash grabs the pot. Oké. Okay. Kijk, dit is dicht bij elkaar, hoog, alleen niet van dezelfde soort. Van dezelfde soort ook nog, dan kan je nog flush krijgen. Kijk, je kan nog steeds een flush krijgen als er 4 schoppen liggen, maar de kans is klein.
gokken. Poker is gewoon compleet gokken. Oh. Ik race een beetje. I've got a bad feeling about this. Checo-rema. Dan hoop ik, kijk, een koning. Als er nu nog een 10 en een joker ligt, een boer, dan heb ik een straight. En ik check deze ook, want ik weet dat ik dix heb en dan brok. Nope. Call. Ik fold deze en dan hoop ik dat ik het goed heb gedaan. Ga ik nog heel even naar hun kijken. Kut, ik heb het slecht gedaan. I'll check. Hopelijk. What's that? Hij is waarschijnlijk helemaal niks. Maar hij zit gewoon een beetje te bedden om gewoon geld te krijgen. I should raise this bed, but I kind of feel sorry for it. Betting. Hier, er ligt er al een pair, dus dan heb je 2 pair. Maar dat... Oké, ja, dus echt gewoon geen ene kut. Holy shit. You know, if you keep indulging my transparent dishonesty, I'm gonna have to run for Congress. Maar ik had dit kunnen winnen. Een beetje jammer. Vrij weinig als dat gebeurt vrij weinig bij mij. Oeh, zelfde soort. En één hoge kaart. What kind of heat you carry in the freelance police? Whatever we can get our hands on. Fire extinguishers, stale loaves of bread, irreplaceable ancient relics of unimaginable power, that sort of thing. Don't forget whimsy! But most of the time, I just rely beetje on grote Betsy kut. Here. You ever think of packing a blade? Wat een beetje... Well, I tried using an axe once, but people started calling me Sam Axe. Which really confused the heck out of Max. Stupid homonyms. Sam Axe. Might as well call yourself wat je eigenlijk kan zien dat ze bluffen, is dat ze één keer racen en daarna alleen maar checken. Dan hebben ze meestal niks. Kijk, ik heb nu bijna een straight. 6, 7, 8, 9. Nu een 10 of een 5. En ik bet een beetje, want ik wil geld krijgen zo meteen. Want ik weet bijna zeker... Ik hoop dat ik dit ga winnen met een straight. Then. I'll fold. Nice, eentje fold. En dan hoop ik dat hij meegaat. I call. Nice. Heb ik meer kans natuurlijk. Ja, ik heb straight. Check. Moet ik hier niet gelijk veel all-in gaan, want je moet een beetje geld van hem afpakken. Dus ik doe nog een keer 2000. Not bad. Not really good, but not bad. Call. I call. Nice. Misschien heeft hij elke straight, hè? Checo-rema. Hij heeft echt geen ene kut. Hij blijft alleen maar checken. En hoop ik dat hij meegaat. Ah, nice. Ga mee, ga mee, ga mee. Remember, it's only a game. Nee! Had ik hem bijna uit kunnen. The player takes the pot. Dat hij gestopt was. These lines are too low for players of your obvious skill. Nou, ik heb wel wat geld winst. Dit is mijn geld. Dit is Brokse geld, dit is Asher geld en dit is Sam's geld en Claptrap is busted out. Die zit hier gewoon een beetje rond te kutten. Call. 6 en 8, dicht bij elkaar. Kan hopen op een straight. Ik call hem. Check. Hij checkt hem. Kijk eens. 6, 7, 8, 9. Deze ga ik een beetje betten. Ik wil meer geld in de pot. You might want to pace yourself there. Sure, why not? Wait a minute, this is getting complicated. Okay, raise. Hoeveel race je? Oké, kalm. Nu zit er wat geld in de pot, dat is nice. Oké, ik heb one pair, dus voor de zekerheid. Maar ik hoop op die straight, dus een 10 of een 5 mensen. Een 10 of een 5. Ik oog hem niet zo heel erg veel meer op. Ik wil een beetje geld. Interesting. Mee. No, wait. What's the opposite of that? Je kan ook drank voor ze bestellen, dan worden ze dronken. En dan kunnen ze niet helemaal mee. Race, hij kan best wel wat hebben hoor. All in, baby. Ik kan meegaan, maar ik denk mensen dat ik dat dan ga doen. Folding suits you. Do more of it. Ik hoop dat ik mezelf goed heb gedaan. Hij had bijna een straight. Oh yeah. Oh wacht, hij had een straight. Hij had een straight. Als hij nou een... Nee, wacht. Dan hadden we gelijk gestaan. Nee, ik ben blij dat ik gestopt heb. Yes. Mr. Williams has nice. A pair of nines. Brock Sampson has a straight. Ik had bijna een straight. Hij had nog een 10 moeten droppen van 5. Maar hij had al een straight. Dus hij had waarschijnlijk hoger gehad. Ash has been eliminated from the tournament.
Damn. Het is leuk als je een andere. I'll be over at the bar hoping for a demon apocalypse. Als je een andere thema doet, zoals die van Claptrap, dan komt zijn vriend van Eo en die schiet met een bazooka de man neer die busted out is. Dus dat is wel leuk. En dat heb je niet bij de normale thema, nu doe ik het normale thema. Dit is te doen, want je kijkt. Laat zeggen, je hebt een aas en een 2. Dan kan je ook een streep hebben, want een aas en een 2 komen bij elkaar. Het is een rondje. Playing poker. I don't get it. Check. Hier, ik heb bijna flush trouwens. 2 klaveren. En hier 2 klaveren. Is 4 klaveren, nog 1 klaveren. Maar, kijk, als je zou zeggen queen, koning, aas. Dat zijn er 3. Ik bedoel queen, koning, ja, aas, ja. 2, 3. Het kan nog net. Niet dat dat gaat gebeuren. Hier ligt een boer en een aas. Dus nee, dat gaat niet gebeuren. Ik hoop op een flush. Ik ga nog niet betten. Dit is... I'm gonna bet. Ja, goed zo. I think I'll call. Bet is als je gewoon iets erin gooit. En een race is dat je daarop over iets doet. En callen is dat je meegaat. En fold is, ja. Vanzelfsprekend, ik heb echt geen ene kut. Dus ik ga niet mee. Check. Ik ga niet iets erop leggen in deze pot. Ah, hij had een pair. Ja, ik had hem verloren. Je ace high. Is gewoon niks. Eigenlijk. Sam has ace high. Brock wins. Je kan al wel eens winnen met ace high. Want ik had gewonnen met ace high van Sam. Maar Brock heeft gewonnen. Hij heeft fucking veel geld nu. Af en toe moet je all in gaan en dan gaat iemand mee en dan win je. Dan heb je gewoon super geld. Dat heeft Brock net bij Ash. What do you think about that? Call? Kom op. Nou, als je niet zo heel erg helpt, kom op. Straight. Ik hoop op een straight, maar dat ga ik niet krijgen. Check alsjeblieft ook, bro. Check alsjeblieft. Check. I'll bet. God. Hij kan ook helemaal niks hebben, hoor. You know how sometimes you bust a punk for robbing a bank, and it all seems to be going well, until 23 random bystanders show up with proof that the punk was really in Coney Island judging a corndog eating contest at the exact same time he was supposed to be robbing the bank? Well, this hand is exactly like that, only without the police brutality lawsuits. What lulty? Folding? But you could have lost so much money. Hou je kop eens dicht, je valt er ook. Brock steals the pot. For the record. That was a bluff. Okay, bedankt voor de tip. Ik weet dat hij heel veel bluff, maar ik had zelf ook niks. Als je niks hebt. Je kan all in en dan hopen dat niemand meegaat. Yeah, maar het is wel risico. Ik heb wel wat, toch? Ik kan af. You worry too much, Brock. Max and I have been coming here for years without even a hint of a death trap. Unless you count the killer mini tacos. Kom op, nog. I don't know, this whole place. Nog één. Nog één klaveren. Ik ga al in. Ik ga gewoon al in. Ik kan niet zo verliezen, maar ik kan ook zo winnen. Dat is het vervelende van poker. Call. Wat is dat voor call? Je kan niet eens. Oké, ik hoop op een. Kom op, het is 50-50 dit. Kom op. Come on. Een klaver, één klaveren. Kom op. Nee. Shit. Nice. Fuck Brock y'all. Has a pair of queens. And you have a pair of sixes. Brock wins the hand. Ah, je had het zo kunnen winnen. Nou ja, dit is denk ik de gameplay. The player has been eliminated due to lack of funds and intelligence. Ah, oh, too bad, Junior. Next time try not to, suck. Bedankt. Try not to suck. Nou ja, ik heb 12 tournamenten gewonnen. Mijn balans is nu 0. Elke keer potje dat je speelt heb je 20.000 leg je in. Dus dat is al min 20.000. Als je wint krijg je 100.000. Maar je hebt natuurlijk 20.000 ingelegd. Dus elke keer 80.000 krijg je erbij. Ik hoop dat jullie me begrijpen. Want je legt zelf ook wat in. Ja, rekenen. Boeit niet. Blaze knocked out. Dat is denk ik gewoon all in gaan. Of gewoon meegaan en dan gewoon winnen van hem. 57. Mooi is money last. Ik heb een keer al ingegaan met zoveel geld en dan verlies ik. Dit is jammer. Want dit had ik kunnen winnen. Maar kijk, ik heb nu 20 tokens. Maar ik heb alles al. Want ik laat dit even zien.
Dit is van Borderlands. Het hele thema is Claptrap, de gastheer. Dit is van Sam en Max. Dit is van Brock, dat vind ik echt een klote slechte deck. En dit is van Ash. Dat is een beetje over demons en zo. En dit is van Portal. Die heb ik net vrijgespeeld, daar ben ik heel blij mee. Zoveel tokens heb ik. Ik kan nu eigenlijk alleen nog maar verspillen aan bier geven aan de tegenstanders. Het was niet een slecht potje. Twee waren busted out, maar ik heb gewoon verloren. Ik hoop dat jullie het een leuke gameplay vinden. Ik hoop dat jullie het kopen. Het is echt een leuk spel als je van poker houdt. Een vriend van mij snapte er eens geen zak van. Dan heb ik het uitgelegd. Ze vindt het super leuk nu. Dus ik hoop dat jullie het kopen. Of vragen of ik dit nog meer wil doen. Like, abonneer en dan zien we jullie de volgende keer. Doei!